Seedorf zet opnieuw in. Daar is Rijkaard. En daar is Lindmanen. En Koevoer. Ronald de Boer. 1-0 Lindmanen. Dat is het waar Ajax op wachtte. De goal in de 10e minuut. Ziegler. Scholl, nu weer van de rechterkant. Daar is Witicek met een goede kopstoot en de 1-1. Overmars. Finidi. Jonge jongen, wat een goal zeg van Finidi, George. Wat een schoonheid. Overmars. Daar gaat Kanu. En daar is Ronald de Boer met 3-1. 1 minuut voor rust. Lindmanen draait weg. Lindmanen! 4-1. Feit is dat Scholl de penalty mag nemen. En Van der Sar nog bijna stopt ook. Het is wel 4-2. Lindmanen pikt die bal op. Kluivert. Overmars. Nu dan. Yes! En daar is het eindsignaal. Ajax dus in de finale door een 5-2 triomf op Bayern München.